Lig ik eruit? Ja, zelf even een tof filmpje gemaakt. Maar dat doet natuurlijk iedereen tegenwoordig. Het hele internet staat er vol mee. Maar sommige filmpjes zijn wel echt heel mooi gemaakt. Maar wanneer is een video kunst? Sitting round the table, your sister, mother, brother, a little boy. Now I'm so lonely. Just a picture of you. Stuck up in my... Wat was dit? Ik vond het eigenlijk een soort videoclip. Ja, inderdaad. Is het kunst? Ja, dat wel. Hoezo? Is het gewoon een videoclip? Ja, maar kunst is natuurlijk meer dan alleen maar schilderijen en beeldhouwwerk. Het is natuurlijk ook een combinatie van film, muziek. Het is wat anders dan de meeste videoclips, dus daarin onderscheidt het zich wel. Ja, ze hebben het wel op een aparte manier gedaan. Jij vindt het speciaal? Ja, ik denk dat de beelden die zo in elkaar zitten, zeg maar, die achtergrond, dat heel anders was. Helemaal voor 1990 in die tijd, dat er niet, als er al een videoclip werd gemaakt, dat het er niet zo uitzag. Ik denk ook wel een beetje de ruimte. Dit is niet echt de meest normale ruimte om een videoclip te kijken. Zorg dat ervoor dat het kunst is, nu wij hier zo liggen? Het is denk ik de manier hoe het wordt afgebeeld. De muziek en dan een beetje een soort arty film erbij. Ja, het is wel, ja... Het is de hele beleving. Ik denk het wel. Het is een soort totaalplaatje. Ik denk alleen het nummer was geen kunst geweest. Ik denk alleen de clip en het nummer ook niet. Maar ik denk de hele ruimte. Ja, wat is dit? Een freakshow? Ja, zo lijkt dat inderdaad. Hè? Het is een zogenaamde performance, oftewel iets wat een kunstenaar uitvoert. Maar dat doet hij zoals je ziet met zijn hele lijf en zijn hele aanwezigheid. En dat doet hij dan op zo'n manier dat het bijna een soort experiment wordt waar je eng van wordt. Je hoeft het niet eens het te voelen, maar door alleen te kijken heb je al een beetje gevoel van hoe dat moet voelen, al die bijen. Maar het is toch ook gewoon een beetje overdreven? Vind jij het overdreven? Nou, ik kan me wel voorstellen dat je denkt... ik laat allemaal bijen over me heen lopen en dan noem ik het kunst. Ja, het is ook jezelf, wat hij doet, is ook zichzelf als kunstenaar zijn hele lijf erin zetten. Eigenlijk dingen doen die, die je normaal niet verwacht. Het is echt voornamelijk sensatie die via je ogen binnenkomt, die zo sterk indruk op je maakt, dat je het ook lijfelijk als een sensatie gaat beleven. Video's, kan dat kunst zijn? Ja, dat kan wel degelijk kunst zijn. Bijvoorbeeld met Guido van der Werve, en die is afgereisd naar de Noordpool, naar precies de as van de aarde. En is 24 uur in de tegengestelde richting gaan draaien als hoe de aarde draait. Dit was film nummer 9, The Day I Didn't Turn With The World. Want eigenlijk door in die tegengestelde richting te draaien, heeft hij geprobeerd de tijd te bevriezen. Een video, kan dat kunst zijn? Ja. Ja, dat vind ik zeker, want ik werk heel veel met video. En juist door video zo danig vorm te geven dat het een kunstobject op zich wordt. Dat vind ik heel interessant. Ik denk sowieso dat een video kunst kan zijn, ja. En het is vooral wanneer het concept erachter goed is, of wanneer je overbrengt wat je wil overbrengen met die video, dan denk ik dat het kunst kan zijn. Twee dingen die ik leuk vind om te doen, filmpjes maken en kunst, heb ik ze eigenlijk gecombineerd. En daar een opdracht van gemaakt. En kan een video dan ook kunst zijn? Ja, een video kan zeker kunst zijn op de manier waarop het bijvoorbeeld gefilmd wordt. Video maken, dat kan iedereen. Cameraatje, op record drukken. Ja, en dan kunstzinnige dingen doen. Misschien alleen je oog, dichtbij. Een beetje draaien, ver weg. Nou ja, of dit nou kunst is. Er komt wel wat meer bij kijken.